Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Nu in de boekwinkel. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merck. Goedemorgen, het is maandag 9 januari 2023. Zo'n beetje iedereen is lekker terug van vakantie. Van een welverdiende vakantie, een kerstvakantie. We zitten in een nieuw jaar. En dit is onze tweede uitzendweek. Alweer een nieuwe werkweek hier op BNR. Met een nieuwe editie van Ochtendnieuws. En naast mij zit uiteraard Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. En goedemorgen. Iedereen die dus terug is en weer luistert. Ja. Welkom terug. Lekker. Ja. Welkom op je werk. Heel goed. We gaan weer lekker beginnen. Nou, je krijgt van ons al het nieuws in de komende 20 minuten uit binnen, buitenland. Ook wat er gebeurt in Den Haag wellicht vandaag. We gaan het zien. Volgens mij zijn het nog steeds reces. Ja. Ja. Volgende week pas weer. Jammer dan. Ja. Helaas. Geen Den Haag. Geen Den Haag. Maar er is genoeg te doen. De vliegende start van je werkdag begint vandaag in Brazilië. Want honderden aanhangers van de Braziliaanse ex-president Jair Bolsonaro, die hebben gistermiddag en avond het Braziliaanse parlement in de hoofdstad Brasilia bestormd. Ja, een hele hoop vernielingen. En wat is meer, ze drongen het Hoge Rechtshof en het presidentieel paleis binnen van die stad, in het midden van Brazilië. Daar ligt die Brazilië echt uitgehakt in het bosgebied. Er zijn 400 mensen gearresteerd. En we gaan over die gebeurtenissen praten met onze Brazilië-correspondent Wies Ubas. Wies, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat de gouverneur van Brazilië voor 3 maanden uit zijn functie is gezet. Door rechter Alexandre de Moraes van het Hoge Rechtshof. Omdat de gouverneur te weinig heeft gedaan om dit te voorkomen. Ja, het was, hoeveel mensen waren er op de been om die bestorming vorm te geven? Ja, als je de beelden zo bekijkt, ik denk enkele duizenden. En ze hebben flink wat schade aangericht, hè? Ja, ik heb nog geen gegevens gezien van zeg maar bedragen. Maar in alle 3 de gebouwen zijn heel veel vernielingen aangericht. Meubels stuk gemaakt, kunstwerken beschadigd. Ze hebben allerlei voorwerpen hebben ze op de grond gegooid en stuk gegooid. Er zijn ook dingen gestolen, zijn dingen meegenomen. Ja. Het zal in de miljoenen lopen. Ja, en het doet 1 op 1 denken aan de bestorming van het Capitool in Amerika op 6 januari 2021. Maar daar zagen we dit ook. Dit zijn aanhangers van Bolsonaro die het niet eens zijn met de verkiezing van Lula. In hoeverre heeft Bolsonaro hier een rol bij gespeeld? Nou, hij heeft waarschijnlijk niet direct opdracht gegeven tot deze actie. Maar hij wordt wel verantwoordelijk gehouden. Want hij heeft ver voor de verkiezingen het kiessysteem in twijfel getrokken. En gezegd dat het heel erg fraudegevoelig was. Toen de uitslag eenmaal bekend was en Lula dus met een nipte overwinning had behaald, toen heeft hij eigenlijk deze houding volgehouden dat het de uitslag niet deugde. En de mensen zijn die al heel erg wantrouwend waren en ervan overtuigd waren dat Bolsonaro zou moeten winnen. Die geloofden het dus gewoon helemaal niet. En zijn heel erg overtuigd van hun eigen gelijk en zijn dus ook tot heel veel dingen bereid, zoals gebleken is. Ja, inmiddels heeft Bolsonaro wel het geweld afgekeurd, begrijp ik, hè? Ja, hij heeft gezegd dat dit gewoon veel te ver gaat. Maar hij heeft ontkend dat hij daar verantwoordelijkheid voor draagt. En 6 uur na de bestorming kwam dit verhaal pas, hè? Deze afkeuring, begrijp ik. Ja, hij heeft in het begin heeft hij helemaal niet gereageerd. Het heeft echt heel lang geduurd. Mensen zijn enorm tekeer gegaan. Daarna kwam eindelijk de politie in actie. En dat heeft ook lang geduurd voordat de politie de zaak onder controle had. Ja. Ook omdat er nog te weinig politie op de been was.
En daarna pas kwam Bolsonaro met zijn reactie. Ja, en hoe wordt er in Brazilië gereageerd? Wat denkt men hierover? Wat staat er in de kranten? Ja, mensen zijn natuurlijk geschokt. De tegenstanders van Bolsonaro zijn heel erg bezorgd. Ook omdat er elementen zijn, zowel binnen de politie als binnen het leger, die eigenlijk voor Bolsonaro zijn. Dus het is ook een hele delicate toestand. Hè? Hoe gaat het nou verder? Zal de democratie stand houden? Dat is nog een beetje onduidelijk. Ja, want onderhuids is een soort veenbrandje gaande van deze rechtse fracties. Ja, inderdaad. Wat misschien de doorslag zal geven, is de reactie van het buitenland. Belangrijke landen als de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben heel snel gereageerd en hebben gezegd van dat mag niet gebeuren. Wij steunen Lula en de democratie moet worden verdedigd. Ja, nou, je zei al eventjes dat die gouverneur van Brazilië is weggestuurd. Wat heeft Lula verder gezegd, de zittende president? Lula heeft gezegd dat alle betrokkenen moeten worden achterhaald en bestraft. En ook hun opdrachtgevers, want er circuleerden heel veel berichten. Oproepen aan mensen. Mensen, er gaat een bus vanuit Campinas, dat is een deelstaat São Paulo, die vertrekt om zo en zo laat en dan kan je mee en dan ga je naar Brasilia en de overnachting wordt betaald, het eten en drinken wordt betaald. Dus mensen werden echt opgeroepen om daar naartoe te gaan. Er zijn dus ook mensen die dit bekostigen. Ja. En hij heeft gezegd dat moet allemaal worden achterhaald en die mensen moeten worden berecht. En dat zei Brazilië-correspondent Wiesu Bas, dankjewel. Dan een verblijfsvergunning huren voor enkele duizenden euro's per maand. Dat kan via een juridisch trucje in een paar weken geregeld zijn. En er zijn genoeg Nederlandse bedrijven die daar tegen betaling best bij willen helpen. Blijkt allemaal uit onderzoek van BNR. Onze immigratiepolitie, de IND, weet dat het gebeurt, maar treedt er maar mondjesmaat tegenop. En hoe dat dan allemaal kan en in elkaar zit, hoor je van onze onderzoeksredacteur Erik van den Berg. Het was een vreemd detail in een vreemde zaak. Alexei P., een Russische programmeur, stond vorige maand voor de rechter op verdenking van medeplichtigheid bij het witwassen van maar liefst €1 miljard... via een door hem geprogrammeerde bitcoinmixer. Tussen neus en lippen door liet de officier van justitie toen vallen hoe hij een verblijfsvergunning had weten te regelen via een trucje. Hij verdachte zich dus feitelijk via een omweg door zijn eigen bedrijf laten inhuren. Raar, want hoe huur je jezelf in? En waarom krijg je dan een verblijfsvergunning? BNR is hierin gedoken en P. blijkt op een bekende manier misbruik te hebben gemaakt van de Nederlandse regeling voor kennismigranten. Dat is dé manier waarop elk jaar duizenden goed betaalde expats naar ons land komen. D&D legt op hun website uit hoe dat ongeveer werkt. U wilt een kennismigrant in dienst nemen. U, als werkgever, moet daarvoor erkend referent zijn. Erkenning als referent vraagt u aan bij de IND. Uw bedrijf of organisatie moet onder andere betrouwbaar zijn. En financieel gezond. Het ding is, nadat je dat groene vinkje eenmaal hebt, mag je min of meer naar eigen inzicht personeel aannemen vanuit het buitenland. Waar de maas in de wet zit, als je die procedure niet wilt doorlopen, zijn er ook payrollingbedrijfjes die dat vinkje al hebben en die, tegen betaling, voor jou je personeel in dienst nemen, terwijl ze eigenlijk bij jou werken. En zo kwam de Russische computerprogrammeur Alexei P. dus aan een verblijfsvergunning. Door zichzelf in te huren via een payrollingbedrijf in Nederland. Hij is Russisch, zijn bedrijf Amerikaans, maar door de tussenkomst van het payrollingbedrijf kreeg hij een Nederlandse verblijfsvergunning. Dat is wel een dure grap. Zoiets kost al snel duizenden euro's per maand. Ik heb namens BNR gebeld met een paar bedrijven en gevraagd of ze mee zouden werken aan zo'n constructie. Ze zeiden allemaal van niet, maar toen ik een aantal payrollingbedrijfjes belde en me voordeed als een geïnteresseerde klant, kreeg ik een heel ander verhaal te horen. So, long story short, I'm the sole proprietor of a corporation here in the US. And a friend of mine told me about a way he has it set up, where basically he hires himself through a payrolling company. Is that something you would do? That can definitely work. In theory, yes. Technically, it's possible. Other agencies in the Netherlands, I think they would also say probably the same thing about hiring yourself. Bij één bedrijf wilden ze ook nog wel even de kosten voorrekenen. 5,010.
It will be an amount roughly, let's say, 8,000 euros a month. En er zijn in Nederland tientallen van dit soort bedrijfjes. Ik heb aan de IND gevraagd wat ze hieraan doen. Die kennen het trucje, maar ze zeiden ook dat ze er nauwelijks tegen optreden. Ze willen niet zeggen hoe vaak ze een vergunning hebben ingetrokken van een erkend referent. Alleen dat dit bijna nooit gebeurt, omdat het tijdrovend is en ze nou eenmaal weinig personeel hebben. Het lijkt er dus op dat deze maas in de wet voorlopig nog even blijft bestaan. Dat zei Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR. Zometeen een ruimtevaartverhaal voor je, want voor het eerst wordt er vanuit Europa, West-Europa, een satelliet gelanceerd. Ochtendnieuws. Wij kunnen misschien zien. Ja, we kunnen misschien zien. Cape Carnaval. Nee, dat nog niet. Zo zou ik zo. Over een minuutje of tien. De Chinese miljardair Jack Ma, de flamboyante oprichter en groot aandeelhouder van de Ant Group, waartoe onder meer Alibaba hoort, is onder druk van de staat door de knieën gegaan en is inmiddels minderheidsaandeelhouder in zijn eigen bedrijf. Na de herstructurering die de aandeelhouders goedkeurde, is zijn belang in de Ant Group geslonken van meer dan 50% naar 6,2%. En voegt in de verklaring toe dat de aanpassing van het stemrecht een stap om de aandeelhoudersstructuur van het bedrijf transparanter en gediversifieerder te maken niet zal leiden tot enige verandering in de economische belangen van de aandeelhouders. Nou, en zegt dat zijn 10 grote aandeelhouders, waaronder Ma, waren overeengekomen niet langer in onderling overleg te handelen bij het uitoefenen van hun stemrecht en alleen onafhankelijk zouden stemmen. En dus zou geen enkele aandeelhouder enig of gezamenlijke zeggenschap hebben over Ant Group. Nou, dat wilde de Chinese regering, de toezichthouder. En dus komt die herziening van het stemrecht niet voor niks. Want ze trokken de stekker uit Ant's IPO van 37 miljard. Dat weten we nog, dollar, november 2020. Toen wilde Jack Ma met zijn bedrijf naar de beurs. Maar dat vonden de Chinese, staat niet goed. En droeg toen het bedrijf op de activiteiten te herstructureren. En aldus geschieden. Nou roepen 3 Nederlandse uitvoeringsorganisaties op tot simpeler beleid. Dat doen ze in een gezamenlijk interview in de Telegraaf. Het gaat om Maarten Kamps van het UWV, Peter Smink van de Belastingdienst en algemeen directeur Abdulhab Choho van de Rijksdienst voor Ondernemer Nederland. Zij zien dat in regeerakkoorden steeds vaker grote veranderingen staan en dat Kamerleden voor allerlei doelgroepen dan ook weer uitzonderingen op al die veranderingen willen. En daardoor is de uitvoering zo complex geworden dat het vaak zelfs vastloopt. We zien dat natuurlijk bij de Belastingdienst, waar allerlei wensen zijn om dingen te veranderen. Maar dat niet gaat. Bijvoorbeeld btw-verlaging op groente en fruit, dat soort zaken. Bij simpeler beleid met weinig uitzonderingen is de afhandeling voor zo'n uitvoeringsinstantie makkelijker. Want meer maatwerk vraagt ook om meer tijd, uiteraard zeggen die bestuursleden. En daardoor duurt de afhandeling ook weer langer. Veel uitzonderingen zijn vaak bedoeld om te voorkomen dat geld verkeerd terechtkomt. Maar, zegt Kamps, ja, we moeten ons afvragen of die ene uitzondering echt meer helpt dan een simpele regeling, waarbij er misschien wat geld op verkeerde plekken terechtkomt. Maar ja, dan gebeurt het tenminste wat. Ondanks dat het geld dan dus soms verkeerd terechtkomt, het verminderen van complexiteit zorgt bovendien ook voor regelingen waarin minder fouten worden gemaakt. Dus mag het allemaal een onsje simpeler, al dus deze 3 bestuurders. En dan de Japanse premier Kishida, die begint vandaag aan een 5-daagse reis langs enkele Europese landen. Onder meer doet hij Amerika aan. Doel van de reis is de banden met Europa en Amerika aanhalen op het gebied van veiligheid en strategie. En vandaag is een eerste stopover in Parijs. We gaan naar Radboud Molijn, Japan Watcher en directeur van Global Bridges. Radboud, goedemorgen. Goedemorgen. Japan heeft aan de ene kant China, aan de andere kant Noord-Korea liggen. Hoe voelt dat? Voelen de Japanners zich bedreigd in dat tussen 2 staten in die nog niet heel erg vriendelijk zijn voor Japan? Ja, kijk, allereerst zijn de Japanners natuurlijk net zoals iedereen buitengewoon verrast door die inval van de Russen in de Oekraïne. Ja. Het tweede is dat Noord-Korea, het is precies wat je zegt, het is natuurlijk voor hen een regelrechte bedreiging. Vliegen natuurlijk met regelmaat vliegen de ballistische raketten over Japan heen. Ik was een maand of anderhalf geleden was ik in Japan en opeens komt er een soort alarm en dan vliegt er een raket over Hokkaido. Dat is toch heel bijzonder. Ja. Het derde punt is natuurlijk, Japan heeft ook geen vredesverdrag met Rusland. Hè? Dus na 78 jaar, na 1945... is er nog steeds geen vredesverdrag, want Rusland heeft een aantal eilanden in het noorden van Japan nog steeds bezet. Dus het is gewoon een scary omgeving. En China is natuurlijk een assertief land op dit moment. Ja, dat kan je stellen. Nou heeft Japan zijn defensieuitgaven verhoogd. Defensie is na de oorlog was het een minimaal leger, maar er wordt goed in de bus geblazen. Is dit inderdaad om te zorgen dat we, dat de Japanners toch wat meer slagkracht hebben, mocht er iets geks gebeuren?
Nou, dat is het zeker. Kijk, Japan heeft jarenlang, decennia lang, hebben ze pakweg 1% van de begroting is gereserveerd voor defensie. We proberen ze nu op te krikken naar, net zoals de NAVO-landen, naar 2%. Alleen al dit jaar is er een toename van de defensiebegroting van 26%. Dus dat is echt veel. We hebben het negende jaar op rij dat die defensieuitgaven echt omhoog gaan. Dus, en wat je ziet ook, is dat het soort wapens wat wordt aangeschaft, dat is niet alleen maar verdedigend, maar dat heeft ook te maken met de preemptive strikes. Dus het zijn ook de wapens die worden aangeschaft, zijn ook kruisraketten en andere raketten, om bij wijze van spreken een aanval voor te zijn. En dat verandert ook het soort defensie, laten we het zo zeggen. Ja. Zeker. Nou is Japan, hè, een grote economie in de wereld, een belangrijke partner voor ons. Alle handel loopt via de Zuid-Chinese Zee. Hè, waar de Chinezen trouwens ook op dit moment zeer actief zijn. Ook eilanden innemen en daar grote basis op beginnen. Is dat ook een reden waarom hij nu Amerika en Japan Amerika en Europa bezoekt? Ja, zeker. Nou, kijk, een van de redenen is natuurlijk ook dat Japan is voorzitter van de G7. En Japan is sinds 1 januari zijn ze niet permanent lid van de Veiligheidsraad geworden. Dus er is een hoop diplomatie uit te voeren. Maar een van de redenen is inderdaad om met een aantal landen als de grote andere G7-landen, om daarmee zeker te stellen dat er steun is voor Japan. De Chinezen die hebben 90% van de Chinese zee geclaimd, wat door de Verenigde Naties in 2016 ook als is verworpen. Ja. Dus ze zitten gewoon wat dat betreft toch wel midden in het speelveld. Mm-hmm. En het andere punt is natuurlijk is Taiwan. Hè. Taiwan, ja. Als je in het meest zuidwestelijke eilandje van Japan zit, dan kan je Taiwan gewoon zien liggen. Ja. En als daar natuurlijk gewoon onrust ontstaat, dan is dat voor Japan, wat gewoon primair toch ook een handelsland is. Hè, en 90% van die handel gaat via de Zuid-Chinese Zee. Ja. Dat is natuurlijk toch een groot probleem. Ja, precies. Wat het punt is, hè, hij komt nu inderdaad naar al die grote staten toe. Gaat met Biden spreken, neem ik aan. Vandaag ook met Macron. Ja. Wat gaat hij willen? Gaat hij steun vragen? Nou ja, kijk, Japan ziet haar eigen rol toch primair als een vredestichter. Mm-hmm. En het grote probleem op dit moment wat de hele wereld ontregelt is natuurlijk Oekraïne. Ja. Dus dat is dat staat echt zeer hoog op de agenda. Ja. En daarnaast, ja, met een in het verleden soms onbetrouwbare Amerikaanse regering, kan je natuurlijk maar beter goede bondgenoten hebben buiten Amerika. Ja, dankjewel. Je bent watcher Radboud Molijn van Global Bridges. Ochtendnieuws. Binnen de rechtspraak leven grote zorgen over de werkdruk, zaken die te laat op zitting komen en eigenlijk de algehele kwaliteit van de rechtspraak überhaupt, schrijft NRC dat in 11 Nederlandse rechtsgebieden met 12 rechters heeft gesproken hierover. Zou je denken extra geld om meer rechters aan te nemen? Dat is de oplossing? Nee, zeggen zij. Althans, dat gaat de problemen op korte termijn niet oplossen. En ook andere innovatieve oplossingen om zaken sneller te laten verlopen vinden maar moeizaam navolging. Hoeveelheid werk voor rechters is toegenomen, maar er komen te weinig rechters bij om die hoeveelheid op te vangen. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat bij relatief eenvoudige bestuursrechtszaken slechts 1 op de 10 zaken dat er op tijd uitspraak wordt gedaan. Vrijwel alle rechters die NRC gesproken heeft, die zeggen dat ze 's avonds en in het weekend doorwerken, omdat simpelweg anders het werk niet afkomt. Eerder bleek uit onderzoek van de vakbond al dat 70% van de rechters wel eens wakker ligt uit angst dat zaken verkeerd aflopen vanwege die werkdruk. Bijkomend probleem is ook nog eens dat nieuwe rechters worden opgeleid door rechters die nu al aan het werk zijn. En daardoor houden die oude rechters die werken nog minder tijd over voor zittingen. En meer opleiden dan nu gebeurt is daarom niet mogelijk, zo zeggen zij. We gaan eens eventjes kijken wat er in de kranten staat. Volkskrant, Duitsland, nieuw werkterrein, Nederlandse plofkrakers. Ja, Nederlandse criminelen die wijken steeds vaker uit naar Duitsland om daar geldautomaten te beroven. En ondertussen neemt het aantal plofkraken in ons land gelukkig af.
En in Trouw, gebruikers van medicatie kruipen te vaak achter het stuur. Groot deel van gebruikers van medicatie die invloed hebben op de rijvaardigheid stappen dus toch in de auto, blijkt uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Daar hebben ze een plofkraakje af en toe ongewild. En dan in het FD, harde breuk tussen bouwers van essentiële schakel gasvoorziening. Er is een ruzie ontstaan over de bouw van die grote stikstoffabriek in Groningen. Die zet gewoon door, want het Amerikaans bedrijf Air Products heeft afgelopen zaterdagavond eenzijdig het contract opgezegd met Ballast Nederland, met de bouwer. Volgens Air Products komt de onderaannemer afspraken over bijvoorbeeld het bouwtempo niet na. Opdrachtgever voor de bouw, GasUnie, hoopt dat het toch nog lukt om die fabriek op tijd af te krijgen. En wij hopen graag mee. In de Telegraaf. Bijzondere zeedieren duiken op voor de kust. Dit weekend spotten mensen een gestreepte dolfijn bij de Noordpier van Hoek van Holland. En vorige week werd er al een bultrug gespot ter hoogte van Scheveningen. Vaak blijkt er iets niet helemaal lekker te zijn met die dieren, want ze horen daar niet te komen normaal. In de Financiële Telegraaf. Oranje boven met technologie. Nederlandse bedrijven maken goede indruk op de CES, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Zo'n 70 bedrijven namen deel en kwamen daar met opvallende innovaties. En welke dat zijn, kun je lezen in de Financiële Telegraaf. In het AD. Spanje smult van strijd in tv-quiz. Al 155 avonden staan in Spanje twee dezelfde kandidaten tegenover elkaar in een tv-quiz. Miljoenen kijkers krijgen daar geen genoeg van. Intussen claimt een in Nederland gevestigde tv-producent daar de recht op. Ja, en dan in NRC, sympathie voor Harry daalt in het VK. Dat is niet zo gek ook, want de kans op verzoening met koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, die wordt steeds kleiner, analyseert de krant. Nou, morgen verschijnt officieel de biografie van Harry. Die heet Spa. Maar die is al helemaal uitgelekt. En alle smeuïge verhalen staan overal al breed uitgemeten in de krant. En hij zegt nu zelf, nou, ik zou toch wel eventjes weer wat reconciliation. Vriendschap met de zittende royals. Ja. In Spanje lag het vertaalde boek per ongeluk al in de winkel. Hè? Zoiets was het verhaal. Ja, helemaal per ongeluk. Tot slot het Algemeen Dagblad. Lasertherapie en fysio voor kerkuil met verdraaide nek. De vogelopvang in Rotterdam heeft een kerkuil binnengekregen met een verdraaid nekje. Maar met fysio en laserbehandelingen proberen verzorgers het diertje weer op te lappen. Altijd goed het dierennieuws. Zo'n krantenwetter moet maar, altijd dierennieuws in een verdraaide nek, dat is best knap voor een kerkuil. Die kunnen 270 graden draaien. Nou, misschien nog verder gegaan. En dan hoor je... Ja, is een beetje te ver. Ja. Hij dacht ook, een volle ronde. Niet helemaal goed. We hebben nog even een kijktip voor je. Althans, die kwam jij tegen. Ja, vanavond moeten voor het eerst satellieten vanuit West-Europa in een baan rond de aarde worden gebracht. Dat is een lancering die gaat gebeuren vanaf iets ten zuiden van Ierland, boven de Atlantische Oceaan. En de gloed daarvan is mogelijk ook vanuit ons land zichtbaar, door dan naar het zuidwesten te kijken. Het gaat om een missie uitgevoerd door Virgin Orbit van Richard Branson. Die lancering doet een beetje denken aan de manier waarop Branson met Virgin Galactic toeristen ooit een keer naar de ruimte wil gaan brengen. Dat zijn astronauten die zitten dan in een vaartuig dat onder een vliegtuig hangt. Ja. Samen stijgen ze op. In de lucht laat het vliegtuig dat ruimtevaartuig dan vallen. En dan gaan de raketmotoren aan en begint de lancering. Dus er is niet een soort Cape Canaveral-achtige situatie, maar we gaan vliegen en dan lanceren. Nou, zo moet die eerste lancering van satellieten vanavond dus ook gaan. Die 747 met de naam Cosmic Girl, die moet rond 11:15 vanavond, onze tijd, opstijgen vanaf Spaceport Cornwall in het zuidwesten van Engeland. En dan? Cosmic Girl will head to the drop zone off Ireland's south coast. She'll do laps around what's called the racetrack while engineers carry out final checks. Then at 35,000 feet, the rocket will release, fire its engines and accelerate to 8,000 miles an hour past Portugal and into space. Ja, en in die Launcher One, dat is die raket, zitten 9 satellieten van 7 klanten. En die worden op die manier dus in een baan rond de aarde gebracht, als het allemaal goed gaat uiteraard. Maar dat kan je dus zien. Inwoners van Zeeland, die zouden de lancering als eerste moeten kunnen zien. Zo'n 5 minuten na het begin van de missie moet de raket daar boven de horizon uitkomen. En in die minuten daarna zou de rest van ons land ook zicht op die lancering moeten kunnen krijgen. Althans, ja, ik zei het al, het weer moet dan uiteraard wel meewerken. Hoge gebouw, je moet niet voor hier de toren gaan staan in Amsterdam, dan zie je natuurlijk niks. Nou, die missie heet Start Me Up en dat is vernoemd naar... Ja, precies. Ja. De Stones. Die trouwens ook iets te maken hebben met Branson, want die hebben in het verleden albums uitgebracht bij Virgin Records. En dat is weer de platenmaatschappij opgericht door. En nu gaat dus Start Me Up naar de ruimte. Vanavond te zien, vanaf 11:15. Even kijken. In welke richting was het? Zuidwesten. Zuidwesten, ja. Heel goed. Fijn, bedankt. Morgenochtend gaan we maar kijken of het... Gaat mijn nachtrust? Ik ga kijken. Ja, ga kijken? Ik ga zeker. Ik ga wakker worden en ik ga kijken. Eerst moet hij dus, 11:15 stijgt hij op. Girl. Dan maakt hij in de racetrack maakt hij rondjes. Dat zie je niet. Nee. En dan moet je dus die gloed zien van die raket die opstijgt. Nou, dan gaan we het morgenochtend horen. Ik wil dat zien. Ja.
Gratis Bier voor Iedereen is de podcast waarin we onderzoeken of politici dat wat ze beloven financieel ook waar kunnen maken. Noem het de financiële kieswijze van BNR. Mijn naam is Esther van Rijswijk en ik duik samen met VU-hoogleraar Bas Jacobs in de partijprogramma's. Economenplatform ESB en Denktank IPE duiken mee. Vanaf nu in je favoriete podcast-app. Abonneer en mis niets.